De activiteiten van Drilcon bestaan uit sleufloze aanleg van kabels en leidingen, ondergrondse infrastructuur. Wij doen dat met hele kleine machines tot hele grote machines. We pakken daarin kleine boringen tot hele grote boringen, makkelijke boringen, complexe boringen. We willen graag een totaalspeler daarin zijn. Dat iedere klant voor ieder project, iedere boring bij ons terecht kan. We zijn goed in het complete traject, maar kunnen het ook in delen aanbieden aan een klant. Maar wat HAK Drilcon uniek maakt is dat wij een familiebedrijf zijn. We behoren ook tot de HAK-groep, een groter familiebedrijf. Waarin we heel close met elkaar samenwerken. En ook gebruik maken van elkaars specialiteiten. Wij kunnen daardoor inderdaad de klant een totaalpakket aanbieden. Waardoor één hoofdaannemer, in dit geval AHAK, alle facetten die op het project spelen in eigen beheer kunnen uitvoeren. De vereisten die gelden voor het boren onder spoor, die zijn in Nederland zeer streng. Men komt dan ook hier kijken. Bijvoorbeeld, van heb jij die machines ook die je aangeeft op papier dat je ze hebt? Hoe werken jouw mensen? Hoe zijn ze gecertificeerd? Wij hebben voor Nederland alle licenties in huis om te mogen boren met verschillende technieken. In verschillende diameters. Wij mogen in Nederland onder het spoor boren tot een diameter van 5 meter. Met de technieken gesloten front, direct pipe en een HDD boren. Innovatie is voor binnen HAK totaal erg belangrijk onderwerp, ook bij HAK Drilcon. Wij beschikken als enigste in Nederland en als een van de weinigen ter wereld over de techniek direct pipe. Dat is een nieuw ontwikkelde boortechniek waarbij je in één fase een grote stalen leiding, diameter van 40 tot 56 inch, onder bijvoorbeeld een rivier kunt doorboren. Met moeilijke grondcondities zoals stenen, grind, keien. Het is in onze optiek het beste, zowel voor ons als aannemer als voor de klant, dat wij in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de plannen die een klant heeft. Het voordeel van de klant is dat er gelijk een aannemer bij betrokken is die alle technieken in huis heeft en daardoor ook een ontwerp kan maken wat realiseerbaar is en gelijk voldoende aandacht heeft voor de uitvoerende kant. Ja, wij zijn onder andere ISO 14001 gecertificeerd, ook aparte certificeringen voor MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2 prestatieladder zijn we ook voor gecertificeerd. Het zijn voor ons belangrijke aspecten, enerzijds omdat onze klanten dat ook van ons verlangen. Anderzijds omdat wij zelf ook bijna altijd te gast zijn als aannemer bij een boer of bij in een openbare ruimte om ons werk te kunnen uitvoeren. En daarbij willen wij zoveel mogelijk aandacht besteden om dat op een zo maatschappelijk verantwoorde manier te doen. Wij hebben in 2011 de NSTT No Dig Award gewonnen, de boorprijs kort gezegd, met de direct pipe boring Hartelkanaal. Betrof een boring van 550 meter lang, 25 meter diep, onder het Hartelkanaal in de Rotterdamse haven. En hebben daar 10 dagen over gedaan. En zijn precies volgens boorlijn uitgekomen, wat een belangrijk aspect was altijd. Maar nu in het bijzonder, omdat de ontvangstzijde van de boorkop was op een BP-terrein in de Rotterdamse haven. Wij zijn in België op zoek naar opdrachtgevers als energiebedrijven, drinkwaterbedrijven, maar ook collega-aannemers die zelf niet over boorequipment beschikken, maar wel boring hebben in hun projecten. Waar wij feitelijk voor hun als onderaannemer fungeren om de boringen te realiseren. Wij voeren wereldwijd projecten uit, zowel boringen als ook kabel- en leidingwerken. Dat doen we al een groot aantal jaren en we mogen nog steeds bij iedere klant terugkomen. Dus dat is ook een duidelijk signaal dat klanten tevreden over ons zijn. We toetsen dat ook, de klanttevredenheid. En we willen ook graag in België tevreden klanten betrekken en ook behouden. Dus wij streven volgens onze ISO-certificering naar de maximale kwaliteit. Ook veiligheid daarbij is voor ons belangrijk in de uitvoering van ons boorproces. En dat maakt het tot geheel dat we gelukkig kunnen beschikken over een groot aantal tevreden klanten.